Maar Zougachi 2-1 winst, ja, dat is eigenlijk geen uitslag voor in het voedsel. Hè? Nee, zeker niet. Maar als je vandaag tegen Antoine Magern speelt, die eigenlijk voor mij samen met Jovin en Idrissi de top 3 van België is, dan ja, hij houdt hun heel lang in de match. En hij maakt er een match van. Ja, absoluut. Hij vertraagt ook wel het spel, hè? Ja, tuurlijk. Hij is ook coach van die mannen en ik zou dat ook doen. Maar ja, het zijn volste recht. De scheidsrechter heeft er niks van gezegd, dus wij moesten daar maar vrede mee nemen. Hoe bleef je dat zelf dan op het veld? Want naast het veld was het een beetje frustratie, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Ik denk ook op het veld een beetje, maar je moet professioneel blijven. Dat is de scheids is baas en die heeft er niks aan gedaan. En, helaas voor hun heeft hij niks uitgehaald, maar ze hebben een beetje gerust. Maar uiteindelijk hebben we de 3 punten, dat zijn het belangrijkste. Met een lekkere goal van jou. Hè? Ja, dankjewel. En een mooie assist ook voor Galit. Ik ben blij. Ik ben vooral tevreden met de 3 punten. En de terugronde is goed gezet. Wat de mensen zich afvragen is, was dat ingestudeerd, die tweede goal? Ja, zeg maar. Ik moest lopen naar de tweede paal. En ja, ik raak die bewust met mijn hak. En twee, en het belangrijkste is 3 punten. Nu vrijdag Jette, je hebt tot de handen mee vol of toch niet? Elke match moet gespeeld worden. Jette is ook een moeilijke ploeg met een zeer goede coach. Die hebben een paar transfers gedaan. Die heeft ook een paar punten gepakt de laatste wedstrijden hier en daar. Maar elke match moet gespeeld worden. We gaan er met 100% inzet mee starten en proberen 3 punten thuis te houden. Tot slot, is het nu anders onder een ad interim coach spelen? Nee, Farid kennen we al lang. Ik denk meer dan 20 jaar. Natuurlijk, ja, Karim Bagar is de baas. Maar die is er niet. Maar uiteindelijk hebben we evenveel respect voor Farid als Karim. En we hebben als team gereageerd in de tweede helft. En we hebben laten zien dat wij één team zijn en dat wij voor elkaar strijden. En natuurlijk moet je niet vergeten, we hebben ik denk 8 weken niet gevoetbald. We hebben wel getraind, maar dat is nog altijd geen wedstrijdritme.